Hey hallo, leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Toon, Bus Traveling Man. En in deze video een combinatiereis van Oostenrijk en Duitsland. Ik begin in Oostenrijk en daar ben ik bij het plaatsje Scharnitz aan de Isar. Ben ik Oostenrijk binnengekomen. En hierna ben ik doorgereden naar Artsel in het Pietstal. En uiteindelijk doorgereden helemaal tot het einde van het Pietstal. Bij de Riffelenzee. Ik denk dat je het zo goed uitspreekt. Op ongeveer 2240 meter hoogte. Nou, dat zie je uiteraard niet vanaf de gewone weg. Maar als je dan eens een kabelbaantje omhoog neemt, dan ontdek je zoiets moois als dit. De Riffelenzee in het Pietstal. Nou, als je me nou vraagt waarom is het zo leuk om toerencarchauffeur te zijn, kijk dan eens even met me mee. En dan is wat je ziet achter mijn rug een van de vele redenen. Ik ga je daar nog veel meer over vertellen. Ik heb besloten om daar ook maar eens een video over te maken. De leuke dingen en misschien soms iets minder leuke dingen als toerencarchauffeur, maar uiteraard overwegend heel veel leuke dingen. En dan leek me dit alvast wel een leuk beginnetje van. Nou, wat wil je als chauffeur nog meer? Niet veel, kan ik je verzekeren. Lekker wandelen. Genieten van de omgeving, misschien een open deur, maar Oostenrijk is natuurlijk wel een heel erg mooi land.
Oké, dat was mijn bezoekje aan Oostenrijk. Ik ben hier naar het noorden gereden, Duitsland weer in. Eerst een bezoekje aan Donauwörth. Dat is een klein plaatsje net boven Augsburg. En vandaar ben ik doorgereden naar een plaatsje Lohr am Main. En vervolgens het plaatsje Karlstad. Dat zijn allebei plaatsjes die aan het riviertje de Main liggen. En hier ben ik in het gezellige centrum van Lohr am Main. En even nog een paar indrukjes van het mooie centrum van Lohr am Main. En zoals op heel veel plaatsen in Duitsland vind je hier ook vakwerkhuizen. En kijk, deze is voor ons een hele mooie kleine, smalle. Jullie weten het, ik kan van bloemetjes nooit genoeg krijgen. En kijk toch eens wat een vleurige aankleding van dit kantoorpand. En ik ben inmiddels aangekomen in het plaatsje Altstad. Dat ligt ook aan de rivier de Main. En hier zien jullie de hoofdwinkelstraat van het mooie plaatsje. Hier hebben we een toegangstoren tot het plaatsje. In vroegere tijden zullen er ongetwijfeld meer hebben gestaan van deze. Nog even een opname vanaf de buitenkant van het oude stadje in de richting van de Winkelhoofdstraat. En zo zie je mooi hoe het plaatsje Altstad aan de rivier de Main ligt. Kijk eens hoe prachtig. En hier aan de overkant. Dan zag ik een, wat is het, oude burg, of de restanten van een oud kasteel, een ruïne. En aan de restanten van de stadsmuur is nog goed te zien dat dit ooit een vestingstadje moet zijn geweest. En hier nog een vervolg van de vestingmuur. En dan hebben we hier een van de toegangspoorten aan de kant van de rivier de Main. En dat is best wel leuk om te zien. Er staan diverse jaargetallen op van hoge waterstand. En een informatiebord over Karlstad en zijn omgeving. En die ruïne hier aan de overkant, dat blijkt dus deze te zijn en dat is de ruïne Karlsburg. Oké, dat was het voor nu. Een combinatiebezoekje aan Oostenrijk en Duitsland. Vond je de video leuk? Laat even een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren en druk even op het belletje. Krijg je een seintje wanneer de eerstvolgende video weer online komt. En zien we elkaar gauw weer. Groetjes. Hoi.